wil Sientje van Emden, die vandaag formeel is toegelaten als lid van de Nationale Assemblée, wil het onderwijs in Suriname helpen verbeteren. Van Emden vertegenwoordigt de NDP en heeft de plaats ingenomen van Sergio Akimboto. De 16e vrouwelijke parlementariër heeft een onderwijsachtergrond en is coördinator van Avondmulo Bronsweg. Ik neem de gelegenheid om aan ieder te bedanken die mij de nodige ondersteuning heeft geboden om vandaag de dag de verantwoordelijkheid van mijn district te mogen helpen dragen. Voorzitter, de leerkracht die hier staat heeft zich vanaf 1996 ingezet voor kinderen in Brokopondo, Para en Paramaribo. Sinds 2011 ben ik ook coördinator van de Avondmulo School te Bronsweg tot heden. Ik zal mij in deze periode enorm inzetten zodat de kinderen in Brokopondo en in het achterland van Suriname gelijke kansen krijgen wanneer het gaat om onderwijs, gezondheidszorg, maar ook wanneer het gaat om de algemene ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen. Ook zal ik de wil en de stem van het volk van Suriname, maar voornamelijk die van Brokopondo doen gelden. Vicepresident Ronnie Brunswijk feliciteerde het nieuw lid. Ook DNA-voorzitter Marinus B. kreeg de felicitaties voor zijn inzet om Van Emden toe te laten tot het parlement. Meneer voorzitter, u weet dat de toelating van deze lid niet makkelijk is gegaan. Maar dankzij u, meneer de voorzitter, dat u op de juiste wijze de regels heeft toegepast, dat deze mevrouw vandaag lid van uw college mag zijn. Ik feliciteer u speciaal daarvoor. Ik zeg u dank. Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, nu zijn we compleet 51. Dat betekent dat uw college op volle toeren kan draaien. En dat de hoogste college van staat de belangen van de Surinaamse gemeenschap kan behartigen. Vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag in het parlement. Met de toelating van Wil Sientje van Emden is het parlement nu compleet.